Nee, ik heb mijn brood voor mijn laatste vlog gebruikt, dus. Jij vlogt? Eigenlijk zag ik Chris, het zus van Steve. Als zij het kan, dan kan ik het beter. Nee, ik wou gewoon laten zien hoe je met een broodtrommel op je hoofd als model kunt lopen. Het ergste is omdat mijn video 5 likes heeft gekregen. Monica Geuze had ook met haar eerste video meer dan 1000 views. En jij weet altijd wie er sneller gewoon met elkaar zoenen en voordat het op klikker staat. Ik vond het niet chill wat Lisa zei, maar ze had wel gelijk. Ik bedoel, ik zou nooit viraal gaan met domme eetwedstrijdjes. Maar ik ben bang dat mensen alleen met me omgaan omdat ik Stefania ben en om mijn fame. Ciao, ciao. Check later. Doeg. Stefania? Zij is een superbekende vlogger die supergoed kan zingen en nog giga knap is. En ze zit hier op school? Oké, oh my god. En ze heeft bijna 2000 volgers. Ik heb het over Stefania. En het is altijd handig om een scoop te hebben. Oh, kijk je wel uit wanneer je loopt. Stefania? Wie is dat? Wat doe je? Ja, ik moet zo een video opnemen, dus. Een video voor wat? Ze had volgens mij echt niet door, hoor. Oh, ik ben vlogster. Als jij maar weet dat baklava Grieks is. Dat ik volgend jaar als extra vak Grieks wil. Vond ze helemaal grappig. En toen ze 's middags vroeg met haar mee naar de stad wil gaan, zei ik natuurlijk meteen ja. Dat is toch bijzonder? Wil je misschien even bedenken of je mee wilt doen in mijn nieuwe video? Zo te zien heb jij een manier gevonden om je vlogcarrière een boost te geven? Ja, zo mag je niet over mij praten. Hey! Ik weet gewoon niet of ik het nog leuk vind om een video op te nemen. Ze gaf me de kans gewoon niet. Hoi mensen. Hey broer. Eerlijkheid en vriendschap. Twee belangrijkste dingen in het leven. Nee, want zonder vertrouwen en eerlijkheid is er geen goede vriendschap. Vind je dat echt? Waarom heb je dan snoeihard tegen me lopen liegen? Het gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op. En iets in mij zegt dat het gewoon niet meer goed komt. Voor jou ben ik niks meer dan een kruiwagen. WC-vlog, want de enige echte Ebru moet gaan kijken. Ja, wat doet ze nou moeilijk? Het is toch gewoon een compliment? De wereld mag best wel weten hoe jij bent, hoor. Ik hoopte dat Stefania alleen dreigde die video online te zetten, maar ze heeft het echt gedaan. I'm sorry.